ik ga maar even naar de winkel toe, omdat ik morgen, en dan gaan we naar steden toe, en wat voor steden ga jullie nog wel zien. En dan ben ik in ieder geval weer naar de supermarkt aan toe lopen. En samen nu met hem erbij. Nou, tegelijk. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Passio, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. En het is... Ik weet niet eens hoe laat het is, joh. In ieder geval vroeg. Dat weet ik wel. Het is... over een kwartiertje alweer 10 uur. Dus ja. Ik ben even zo vroeg wakker, ik weet niet hoe het komt. Maar wel beter, want dan kan ik op tijd slapen. En kan ik niet laat slapen. Dus. Maar in ieder geval, wat ik ga doen is lekker douchen. En al aankleden en wel. En ja, zie ik het ineens te bedenken. Ik had een keer eigenlijk tegen begeleiders gezegd dat ik Donner mee wil eten. Maar ik zit ook nu te bedenken. Oh, wacht. Vincent eet dan bij mij. Ja. Dus ik ga even aan Vincent vragen of hij nou ook mee wil eten of niet. En als we alleen een potje afhalen, dan wil ik gewoon 2,50 terug. Dus ja, dat ga ik gewoon doen. Want wij moeten het dan 2,50 betalen voor mee te eten. Of is er meer? Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, we moeten dat betalen. Dus, weten jullie dat ook? Maar ga ik nu in ieder geval lekker nu douchen. Zo, dan ben ik weer aangekleed en wel en gelijk gedoucht. En hazenkant ook weer gelijk gedaan, maar ik wil het niet gaan doen. Ik zet even lekker computer aan. Oh, ook even lekker. En mijn haren. Zo. Zo. Even mijn haar gelijk doen. Hoppakee. Hop. Hoppakee. Dat ook weer gedaan. En dan klaarmaken om lekker koffie te zetten. Maar voordat ik dat ga doen, doe ik eerst even dit op. Zo. Hoppakee. Oh, wacht even hier, even nog goed. Zo. Hoppakee. Voel ik me ook lekker fris en fratig. En het programma even vast opstarten. En dan even een beetje bijkomen en wakker worden. Oh, heerlijk geslapen, dat wel. Alleen een beetje ook weer een paar keer wakker geworden. Dat is alleen irritant is om wakker te worden terwijl je lekker ligt te slapen. Maar ja, het is niet anders. Ik ga even mijn telefoon pakken. En mijn ding is terug. Oké. Het zal wel. Oh, en nu al 10 uur. We kunnen gewoon een kwartiertje gedoucht. En aangekleed en wel. In een kwartier tijd. Vind ik wel snel voor mezelf. Maar ja, even spullen pakken. Oh. Zo. Hoppakee. En dan kan je eten geven. Want het is ook te springen om te eten natuurlijk. Dus dat ga ik ook even doen. Ja. Ik kan ook even smart tussentijd ook omdoen. En dan kan je eten geven. Nee, kan je? En als het goed is mijn ding opgeladen, dus ik kan niet eruit. Hoppakee. Zo. Ik kan bij mijn bokkamer. Tussentijd ga ik kan je eten geven. Zo. Maar ook even een bakje vullen. En voordat Vincent komt, ga ik hier ook even alles schoonmaken. Zo. En ga ik dus tijd lekker een bak koffie zetten. Een bakje purple voor je humeur.
Nog geen gezeur. Zo. Zo. Die heb ik. Zo, nu meenemen. En die zonneschijn houdt nu 100% beneden, want bijna 30 graden. Niet normaal. Ik wil sowieso even van buiten genieten, maar ik weet niet hoe. Nog een klein dingetje doen over om te editen en dan ben ik klaar met mijn editprogramma. Nu even lekker koffie drinken en een wakker worden. Dus laten we dat in ieder geval lekker doen. Let's go. Koffie. Al is de vlog van gisteren een uur. Ik ben er nu nog steeds mee bezig. Ik ben nog niet helemaal klaar. Maar ik heb gisteren zoveel tijd ingestoken, niet normaal. Maar even een tweede bak koffie. Klaar en ik zit daar tussentijd klaar te maken en bedenken wat ik dan morgen ga eten. Maar dat komt allemaal wel goed. Geloof ik me. Ik weet hoe ik ben. Dus. Maar nu even water vullen van de koffie. En dan bedenken wat ik ga eten in deze week als Vincent er is. Iets ervoor gedaan. Want het staat altijd een beetje max. Zo, ja, hij is goed. Dus, maar ja, dat is het. Dan moet ik even bedenken wat ik ga eten. Maar we gaan het even zien. Misschien kan ik Vincent even vragen wat hij wilt. Maar ik ben zo'n type, ik maak helemaal niet uit wat we eten. Maar als het er maar te doen is. Maar als ik dat wil doen, moet ik nog borden opruimen. Even hier schoonmaken. Dus tijd, wat ik ook ga doen, is even de was even nu aanzetten. Was ik vergeten te doen. Zo. Dat de balletje was kan zoeken. En dan ga ik even nog een keer doen. Want anders weg wordt hij niet goed schoon. En dat wil ik wel hebben. Dat hij goed schoon is. Mijn spullen. Zo. En ik doe altijd met azijn trouwens. Mijn handdoeken vooral. Want er wordt aangegeven en ik vind dat het wel echt werkt. Dan worden ze goed schoon. Plus, ja, eigenlijk je wasmachine wordt er ook wel schoon. Dus dat is wel lekker. Dus die is dat aan. En dan koffie. Van doen we het ook opnieuw gemaakt worden. Even nieuwe koffiepads. Dan krijg ik nu als bericht. Oh, dat ik aan het bewegen ben. Oké, mooi. Maar ja, even koffietje, bakje pleur voor goeie mug, voor geen gezeur. Ik zeg het als standaard. Kan beter mijn kanaalnamen, bakje pleur van geen gezeur. In plaats van dagen voor potje denken. Dat is wat ik soms denk. Soms zit ik echt aan te denken, maar ja. Dagen voor potje is ook wel leuk natuurlijk. Maar even lekker bakje pleur. Tussentijd, als de koffie bezig is, ga ik wachten tot de koffie klaar is. Ga ik weer verder met editen. Want dat moet wel even af. En dan ga ik ook gelijk bedenken hoe ik ga doen als Vincent er is om te editen. Maar vanmorgen maakt niet uit. Want ik heb met hem afgesproken, maar dat kom je nu wel achter. Daar kom je later wel. Ik heb een tijd met hem afgesproken dat ik gewoon net nog even rustig kan editen. Maar alleen de vraag van vrijdag hoe ik dat ga doen. Nou, komt allemaal goed. Maar we gaan het nog even zien. Oeh. Ik ga maar even naar de winkel toe, omdat ik morgen iemand op bezoek krijg en dat ik iets moet hebben en dat is een luchtbed. Ja, omdat iemand bij mij komt slapen, maar voordat ik dat ga doen ga ik even insprayen, want het is al bij meer dan 30 graden, dus dan wil ik me even heel goed insmeren. Zo. Hoppakee, heb ik dat in ieder geval gehad. Met mijn gezicht erbij. Zo. Zo, hoppakee. Want dat moet ook wel gebeuren. Oh, wauw. Ik ben geweldig, zegt mijn smart. Oh, dat vind ik hartstikke lief dat ik geweldig ben. Zo. Hoppakee. Mijn onderarm. Nu moet ik al een bril bij pakken, want anders zie ik niks. Tussentijd ga ik kijken of ik
geen witte vlekken heb, nee. Kijk even heel even in de beeld, maar ja, moet ook af en toe gebeuren. Zo. Hop. Zo, mijn arm. Zo, hoppakee. En dan mijn benen. Hoppakee, moet ook allemaal gebeuren. Wacht, zet ik jullie even wat lager. Dan kun je de... Anders is het ook zo raar. Kijken jullie naar beneden. Zo. Andere benen. Altijd zo irritant eigenlijk. Zo. Om eigenlijk om je benen te doen, want dan moet je naar beneden spijten. Maar dat doet hij natuurlijk niet. Zo. Hoppakee. Maar wat ik al zei, ik ga even naar de winkel. Even luchtkussen halen. Maar tussentijd ga ik even eerst even mijn handen wassen. Zo. Dat moet ook even gebeuren. Zo. Zo, hoppakee. Dat is ook lekker, man. Want deze is natuurlijk van lavendel. En die is super lekker, vind ik zelf. Maar ja, in ieder geval, even naar de winkel. Om luchtkussen te halen voor degene die morgen langskomt. Maar tussentijd ga ik je ook even handen drukken. Dat is ook wel handig. Zo, hoppakee. En dan gaan we naar de winkel en kijken wat de bedragen zijn en of er een goede kussen dadelijk wordt. Maar nu naar de winkel. Let's go. Ik ben letterlijk net thuis. Het is gelukt. Ik heb hem binnen. Dus die ga ik binnenkort gebruiken. Maar wat is het? Pleuris warm hier zo. Heel erg benauwd. Niet normaal. Echt. Zweet je dit bij mijn bilnaad? Net bijna niet. En er was even lekker gezin om mijn moeder bellen. Want ik ben van plan om ook ergens uit eten te gaan. Met een persoon. Ik wil nog niet zeggen, maar eigenlijk heb ik het al gezegd, maar jullie weten het dan natuurlijk. En dan gaan we even gezellig eten en dan gaan we naar steden toe. En wat voor steden ga jullie nog wel zien. Tussentijd ga ik lekker even radio aanzetten weer. Want die is uitgevallen, zie ik. Dus ja. Maar ja, ik heb zo super veel zin in morgen. En wat allemaal gaat gebeuren, ga je morgen zien in de vlog. En dan gaan we nu even lekker relaxen. Muziek luisteren. Ik kom net zo toevallig Gio tegen. Ik denk te denken, eigenlijk kom even met af te spreken om iets leuks te doen. En dan zie ik wel voor de rest wel. Maar hij moet eerst naar de tandarts, moet ook gebeuren. En dan ben ik in ieder geval weer naar de supermarkt aan toe lopen. En samen nu met hem erbij. Nou, tegelijk mijn dag weer helemaal verpest. Oh, dat is zo vervelend. dat is zo vervelend. Geintje, jongen, je kent me wel lang. Ja. Maar we gaan even naar de supermarkt om even, gewoon even, ja, even buiten te zijn, even uit huis. Ja, wel binnen is warm. Ja, maar ook van dat we uitgekeken zijn om de hele dag binnen te zitten, ja, dat is ook niks. En ik heb even net de beelden laten zien wat, als het goed is, jullie gisteren hebben gezien, de beelden van FIFA. Wat vond je daarvan? Ja, wel goed. Ja? Tuurlijk. Jij zat alleen de discussie van of mijn FIFA van niveau. Ja, ja, semi-pro, kom op. Wat? Ja, ik heb allebei semi-pro gedaan. Ja, maar semi-pro. Jullie hebben het gezien natuurlijk. Semi-pro kan iedereen winnen, dan win ik met 20-0. Oh ja, en nog maar duidelijkheid, wat gaan we binnenkort samen doen? We gaan elke keer FIFA opnemen. Gezellig. En ik zie bekend niemand. Maar we gaan nu in ieder geval naar de supermarkt toe en dan gaan we kijken wat we gaan doen. Misschien gewoon even rond te lopen, even eruit. En jij moet achterhalen wie de boodschap moet doen, natuurlijk. Ja. Maar dan moeten we dadelijk nog een keer terug. Is dat niet een beetje trouwens idee om nu nog even te vragen? Nee, ik bel wel. Ja, dat is handig inderdaad. Maar stel je voor, je moet nou boodschappen doen. Moeten we sowieso terug? Ja, maar volgens mij is het Johan. Weet je het zeker? Ja. Want Johan zei volgens mij van de week dat hij vandaag boodschappen moest doen. Oké. Okay. Wow. En anders ga ik gewoon straks weer terug met de auto. Ja, we begonnen gewoon een keer samen terug. Zijn we in ieder geval weer buiten. Nou, ja, hij gaat in ieder geval even bellen. Wij gaan naar de richting supermarkt. En toen ben ik net terug van de bovenroep en lekker gegeten hebben. Dat was iets met wraps, nog wat. Dat was super lekker. Maar ik ga het al klaarmaken om naar richting weg te gaan. En waar ik heen ga, is naar Rick. Die ik lange tijd niet gesproken heb. Een tijdje geleden, best wel lange tijd. Maar ja, daar ga ik dus vandaag naartoe. Maar ik wil even wel wat bijpakken.
En ik zit gelijk op mijn sleutels. Dit is eigenlijk het tasje. En ik heb het tasje hierin gedaan. Even kijken of ik die kan vinden. Of wat heb ik met dit hierin gedaan? Dan weet ik het ook niet meer. Ik weet het niet meer. Wacht even. Ik had het ergens anders een keer gedaan. Ja, nee, ik heb hem al ja. Hier zo. Zo. Deze tasje bedoel ik. Zo. Want ik heb al een post van Rick namelijk. Die doe ik even lekker hier in de tas. Kan ik gemakkelijker meenemen. Zo. Klaarleggen. En dan wachten maar om te trekken naar Rick toe. Zo. Maar laten we er maar klaar van maken. Nou ja, lekker Rick toe te gaan. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Dus ja, we gaan maar even wachten met z'n allen vertrekken. Want er zijn meerdere gaan mensen gaan mee. Maar wie gaan jullie nog wel zien? Zo, wij zijn met z'n drieën. Want er is nog één iemand. Dan gaat die lelijke net wegrennen. Serieus? Geintje rijtje. Hij weet wie het zegt, hè? Kerel. Ja, maar wat hebben wij binnenkort? Ja, dan gaan we in de Feyenoord. I love you Feyenoord. Hallo, fijn hoor. Maar we moeten nog even geduld hebben. Even stem. Even nog. Even met je stem even klaarmaken voor de zingen. En dan gaan we nu met z'n drietjes op pad richting Rick toe. Voor de eerst eigenlijk wel. Lekker avond. Sowieso, maar voor de eerste lange tijd dat we erheen zijn geweest. Maar voor ons al drieën voor mijn eerste keer. Mijn eerste keer. Ja, nou, dus al mijn eerste keer. Dus ik ben benieuwd hoe hij is. Want ik heb ook nog post voor hem. Want ik kom af en toe ook nog eens bij ons als we... Gewoon chillen. Ja, dat sowieso. Maar dan gaan we nu lekker richting station toe. En dan gaan we richting Olleven. Nou, we zijn weer bij Rick vandaan. We waren met z'n drieën even gezellig bij hem aan het chillen. Was super gezellig. En we hebben eigenlijk ben ik wel helemaal vergeten om te vloggen. Weet je waarom? Omdat we zo gezellig aan het kletsen waren. En dan was ik gewoon vergeten de camera bij te hebben. Ja. Ja, dan vergeet je gewoon dingen. Ja. Ben je even in een gesprek, in privé dingen, wat ik eigenlijk wel veel belangrijker vind. En wat maar in ieder geval één ding gezegd is, dat het super gezellig was. Lekker zitten kwebbelen over alles en nog wat. Ja. Dat is zeker gezellig. Wat het nog grappig is. We kunnen herhaling vatbaar. Dat zo zeggen. En hoe vind jij het, Mario? Zeker, herhaling vatbaar. Gewoon lekker genieten. Yo. Mannentijd. Ja, herhaling vatbaar. Wat vind je dat we er waren, Rick? Het is tijd geleden dat je er vroeg bent geweest, trouwens. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Oh wacht, hoe gaat hij ook weer? Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Ben je met mijn maatje en mijn makelol? Ik weet de tekst niet meer. Eerst kon ik de tekst helemaal uit mijn hoofd en nu ken ik de tekst helemaal niet meer. Wat is dit? Ik kom nooit te laat. Wacht, ik ga nou opzetten. Ik zorg dat hij op YouTube staat. Wacht, ik ga nou even opzetten. Nee, doe jawel, dat niet. Jawel, nee, jawel. Nee, doe ik in mijn hoofd. Nee, doe welkom niet. Bij de vlog van Enzo Knol. Ik ben hier met mijn meisjes en we maken lol. Meisjes lol maken, dat zegt het grootste meisje van onze ploeg. Wie dan? Hadjio. Kan je rennen of wat? Pop! Prank! Hey, een normaal jongen! Kom dan, rijd dan, badmuts! Hi. 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 Nou, waar ga je in ieder geval... Ik ga hem nog even opzoeken. Wacht, kijken of ik hem wel vinden. Oh ja. Ik ben Karel, daarom loop ik bachel. Ik loop een beetje scheef, maar dit is hoe ik leef. Ik drink vodka, daarom dat ik kapot ga. En ook nog Chardonnay. En alle vrouwen die doen mee. Dan krijg ik nog meer zin om te gaan stappen. Ja, echt, hè? Daar hebben we trouwens heel... Echt, daar hebben we zoveel zin in. We hebben allebei een gevoel. Wij willen in huis. We gaan even kijken wat we gaan doen. In ieder geval, blijf zien nog kijken.
kijken. Misschien dat we even FIFA op gaan nemen. Ja. Durf niet te zeggen, maar we gaan even kijken. Maar ik zit iets op te zoeken. Even kijken, eerst ga dat doen. Voordat ik vergeet. Nee, mag even wel. Even kijken of het nog wakker is. Ja, dat kunnen we doen. Ik zeg het toch tegen mijn moeder zelf van de boven. De opleidingen weet ik genoeg. Ja. Hij heeft nog geen snap gestuurd dat hij gaat slapen. Normaal is hij nee, klopt. Dus hij is denk ik nog wakker. Even kijken, ik kan hem vinden. Nee, ik kan hem niet vinden. Hij staat niet op Spotify, het nummer van hem. In ieder geval, dat is wel balen. Maar, wat ik al zei, ik ga lekker richting huis met deze boys. En dan zien we wel wat we gaan doen vandaag. In ieder geval richting station. Let's go. Oh, we gaan nog één ding doen voordat we naar huis gaan. We gaan even de broer van Gio even opbellen. Want als het goed is woont hij in die flat waar we nu voorbij lopen. Yo. Wacht. Alles goed? Wacht. Welkom bij de vlog. Wat ben je aan het doen dan? Zo aan het kijken. Oh, je bent, kijk eens naar beneden dan. Wauw, je bent een keer geen FIFA aan het doen. Wauw, ik krijg spontaan hartaan van hier ook. Maar wacht. Kom naar beneden dan, kut. Nee joh, kijk eens, dit is een bosje. Blote barst. Kom kijken dan. Ik kan nog eens kijken. Blote barst. We lopen nu langs je huis namelijk. Ja, we zijn er al voorbij. We zijn bijna al voorbij. Hey, als jullie de trein willen halen, je hebt 3 minuten nog, hè? Anders wachten we toch een half uur. Drie? Ja, serieus? Sorry, daar ga ik niet verhaast hoor. Nee, ik ook niet. Ik ga echt niet verhaast om naar de trein te gaan. 3 minuten gaat de trein. Ja. Ik ga daar echt niet voor rennen hoor. Nou, dan moet je een half uur wachten, Puk. Dan gaan we al wachten. Nou, dan wachten maar. Zo, simpel. Kun je dat bij jou chillen? Ja, kan. Nou, doen we dat even. Ja. Vind je het goed? Vind je dat niet erg, Rick? Dus, we gaan even naar Mike. Let's go. Ja. Hey Rick, was gezellig. Ja, Rick, Puls. Ah joh. Ah, ja, je weet hoe we het doen, hè. Brother. Hey, Rick. Was super gezellig, Rick. We gaan even langs naar Mike. Wij zijn nu onderweg naar huis. Ik denk dat we die kant ook gaan lopen. Ja, dus we lopen gewoon over straat, joh. Kom. Wij kwamen trouwens mensen tegen. Dikke shout naar hun trouwens. Dikke shout-out. Dit was een leuke... Gezellig in de trein. Ja, dat was een leuke eentje. Dus ze wouden allebei op foto. Superleuk. Echt, de laatste tijd hebben we dat zo vaak, hè? Ja, famous, super, hè? Superleuk als je jullie gewoon vragen. En ik ben dol en op een famous. Ik ben dol op een famous. Maar we waren in een gesprek, we woonden net treinlopen. We drukken op de knopje. Gaf ze rood knopje aan. Ja, ze staan aan de verkeerde kant. Ik ben net vloggen en diegene ja, van... normaal van de andere kant. Dus ik ben zo gewend om aan te staan. Ja, weet je, dat is zo aan gewend. Maar we stonden aan. Kom eens lekker op straat, kom. Nee joh, het moet normaal. Gast, er zijn toch geen auto's? Ja, en dus, alsnog. Ik loop liever op de stoep. Maar... ik loop niet op de stoep, ik loop op straat. Waar was ik nou met mijn vrouw? We wouden de trein uitgaan. We drukken op de knop. We konden niet eruit. Maar op het moment was bij de andere kant. Daar moesten we eruit. Wij dachten, we zitten vast. Nou, wij konden eruit. Ineens ging de deur weer dicht. Zo. Konden die twee niet uit. Met de fiets. Maar, niet om te plagen. Was ik ging snel drukken. Uit. Ja, jij snel drukken natuurlijk voor ze. Toen ging die weer open. Heel respect, heel lief van je. Held, hè? Ja, dat is trouwens waarschijnlijk de kijkers. Maar die was superleuk. En we gaan nu lekker richting huis. En wij weten, gaan wij iets leuks doen? Ja, dat kan. Wel. We gaan even kijken wat. Maar we gaan in ieder geval nu lekker richting huis. Nou, het is nu 1 uur geweest. We lopen samen straat in mijn oude wijk. Voor mensen die al aan het begin van mijn vlogs kijken kennen dit stukje natuurlijk. Want hier heb je natuurlijk een school. Ja, hier is alleen een muur. Maar jullie kennen dit stukje natuurlijk. Hier begon me al het begin van mijn YouTube carrière. Daar heb je dan de supermarkt. Waar ik ook wel af en toe heen ging. Dus. Maar, dat weet ik ook nog. Aldi. Ja, nou die supermarkt ging toen de keer alarm af. Ik was toen met iemand en we moesten echt... We zaten denken, wat moeten we nou? Moeten we hier nog mee doen? Dat was een inbraak zeker? Ja, ineens ging gewoon die alarm af. Gewoon het inbraak of gewoon uit het niets? Nee, uit het niets. Het liep er waarschijnlijk een muis. Er was niks te zien, maar de alarm ging af. Ja, misschien liep er een muis dan. Dat zou kunnen, maar dat weten ze niet. Maar dat was dit. Echt een oude plek. En dan weet ik ook nog gebied daar zo. Daar kunnen we ook nooit lopen. Dat kunnen we ook even doen. En er is die betrakzaak. Ging ik altijd, toen mijn ouders bij elkaar waren trouwens, ging ik daar altijd dat halen vroeger.
Bas gaat altijd eten als hij gevoetbald heeft. Bas ja? van Donk. Ja? Van, maar we gaan even lekker chillen. Zo, oh deze is wel gezichtig. Maar we hebben zo leuk net gehad. We kwamen net mijn broertje tegen. Ja. En een paar oude vrienden van mij, waar ik vroeger mee omging door mijn broertje, minstens mijn broertjesgroep. Kwamen tegen, super relaxed, gekletst met z'n allen. En we weten, we kwamen iemand tegen in de trein toevallig. Weet je dat al? Ja. We zagen hoe zijn broer. Ja. Hoe zo gevallig is. We hebben zo'n leuk gesprek gehad met diegene. En ook met de hele groep. Gewoon lekker zitten kletsen. En voor mensen die willen weten hoe laat het is bijna 2:30. 2:30. En we zijn nog klaar wakker. Maar een vraag aan jou, Gio. Hoe voel jij mijn oude wijk? Ja, wel chill. Het is hier wel lekker rustig. Ja, maar echt wel een jonge gebied. Ja, maar echt, ja, dat wel. Weet je, en dat spreekt me ook aan, omdat ik zelf nog gewoon echt wel ook een jongere ben. Ja. Gewoon en je hebt geen iemand nou gezien die van je leeftijdgenoot is? Ja. Maar dat niet alleen. Maar ze doen ook gewoon chill tegen jou, ja. Terwijl ze je helemaal niet kennen. Ja, dat is sowieso. En dat vind ik wel chill. Ja. Geen vooroordelen, helemaal niks. Nee, dat sowieso niet. Dat is wel, want ja. Ze weten dat ik bij jou woon. Ja. Dus ja, ze zouden vast ook wel denken van oké, hebben we ook wel een beperking. Ja, maar misschien denken ze dat, ja, dat weet ik niet. Maar, ja, maar ze rekenen je er niet op af. Nee, dat bedoel ik. Ja, maar dat mensen... sowieso, mijn broertje was sowieso dat zo. Dat ja, maar zijn vrienden tegen. Kunnen daar misschien anders over denken. Dat is ook zo. Maar hun doen dat niet. Maar dat is ook weer zo, omdat ze mij kennen, hebben ze al een beetje ervaring ook mee natuurlijk. Maar ja, was in ieder geval super, super gezellig. We waren in ieder geval in de oude wijk. We waren lekker in een oude wijk geweest. Even een mooie herinnering even opgepakt van vroeger van mijzelf. Waarmee begon met YouTube. En ja. En daarvan ben ik toen natuurlijk naar Nestlanden gekomen bij de groep waar ik nu woon. En daardoor ben ik doorgebroken als de feestster, om zo te zeggen. Nou, ook niet uitsloven meer te zeggen. Maar... celebrity. Maar het was wel in ieder geval super, super gezellig. We gaan nu denken, ja, ik weet niet wat we gaan doen. Ik weet het ook niet. We hebben echt geen zin om naar huis te gaan. Nee. Weet je dat ik dat al gelijk aan zit te denken? Ik weet niet of jij dat vroeger ook deed. Nachtje door. Ja, dat deed ik ook wel eens. Aan de ene kant kan ik dat niet doen, want ik heb dan nog iemand die langskomt. Voor mensen die al vragen, wie is het dan? Dat hou nog geheim. Gaan jullie morgen zien. Maar ik ga wel denk niet te laat maken, denk ik. Nee, al is het nu wel heel laat. Maar... ja, nou ja, ik ga denk zo wel naar bed, maar of ik slaap is een tweede. Ja, oké. Okay. Ik zit te denken, we kunnen ook wel even die kant lopen anders. Maar ja, we gaan even nog even denk, een rondje lopen, denk ik. Ja, denk het ook. Denk maar... die kant anders. Ja, is goed, bro. Doen we dat. En dan ben ik thuis gekomen en wel super gezellig gehad met Gio. Nogmaals, ik kwam mijn broertje tegen, super ook gezellig. En ik heb er ineens overal jeuk. Ik ga lekker dadelijk lekker in bed liggen. Maar wat ik eerst ga doen is even heel rustig. Even lekker mijn deur dicht doen. En dan lekker klaarmaken om naar bed toe te gaan. Morgen weer een dag. Al is het nu bijna 3:30. Blijkbaar heb Gio al de deur dicht gedaan. Dan ben ik ook heel voorzichtig voordat ik mensen wakker maak. Want dat wil ik niet hebben natuurlijk. En lekker alles dicht doen en het volgende schuim ook naar beneden. Want het blijft warm zijn nog hier binnen vandaar. Weten jullie dat ook in ieder geval? Dat ik gewoon even klaar maak omdat het niet warmte binnenkomt. Maar ja. Want het helpt in ieder geval wel heel erg. Tegen de warmte. Lekker de rolgordijnen dicht. En dan klaarmaken om lekker naar bed toe te gaan. Morgen weer een dag. Morgen komt dus persoon op persoon. Voor mensen die willen weten wie het is, gaat jullie dat morgen zien in de vlog. En wat ik ook nu ga doen is lekker hierbij vlog afsluiten. Morgen weer een dag nogmaals. En weet trouwens, ik ga het lekker hier bij Vloghuis afsluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal het tof zijn als je me beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers, gewoon een nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters.
Die gebruik ik aan heel kort omdat mijn kapper dat aanbouwt. Moet je nagaan dat ik een uur of 11 ben begonnen met editen. En dat ik gewoon nu bijna 2 uur bezig ben. Zo, wat ik nu aan het doen ben is ik ga even lekker